We zijn vandaag te gast bij de nieuwe quarantainekas van Bayer in Wageningen. Het is een kas waar wordt getest op Tobref in tomaten. En we praten met onze expert Jan Kamper, die ons meer gaat vertellen over waarom Bayer deze investering doet en waarom Tobref zo'n grote uitdaging is. Om te beginnen, Jan, als we praten over Tobref, hoe groot is dat probleem momenteel in de tomatenteelt? Ja, het probleem is heel groot. Het kwam in 2019 kwam het hier in Nederland terecht. Zagen we de eerste bedrijven die besmet raakten. En het was eigenlijk een totaal nieuw virus. En we wisten eigenlijk niet wat we ermee mee moesten. Maar het is een virus wat echt gewassen compleet kan vernietigen. Kun je dat een beetje schetsen? Als je een infectie krijgt met Tobref, met tomato brown rugose virus, dan de planten die beginnen eerst wat te marmeren in de kop van de plant. Daarna gaan de vruchten vlekken vertonen. Vruchten worden alleen maar nog zwaarder besmet, allemaal bruine vlekken, kleuren niet meer door. Oogst is niet meer bruikbaar. En de planten die verzwakken zo sterk dat ze gewoon doodgaan. Zij raken van de wortel af, ze gaan dood en het is echt een verschrikkelijke ziekte. En is er een beeld van hoe wijdverspreid het is momenteel in Nederland of in Europa? Het is echt heel wijd verspreid. Het komt in de glasteelten voor, maar het komt ook heel veel in plastic teelten voor in Zuid-Europa. Maar ook in Mexico, Amerika komt het ook volop voor, maar ook in andere landen. In landen om ons heen in Europa niet zoveel, maar zijn ook wel uitbraken geweest. Maar bijvoorbeeld in Rusland komt het ook regelmatig voor. Het is, van origine komt het uit Jordanië, Israël. Daar is het als eerste, ik denk in 2016 ongeveer in die tijd, is dat voor het eerst gezien. Nu heeft Bayer al een ras of meerdere rassen met resistentie. Kun je daar kort iets over zeggen voordat we over de kas gaan praten? Ja, het is dus zodra we zagen van, dit is echt een heel gemeen virus, wat kunnen we er tegen doen? En een van de, waar we gelijk naar gezocht hebben, is naar resistentiebronnen, resistentiegenen. Nou, die hebben we gevonden en die zijn we nu aan het inkruisen in ons materiaal. En we hebben meerdere resistentiebronnen gevonden, dus we zijn ook meerdere genen aan het inbouwen, zodat we ook een hoger resistentieniveau krijgen. En, heel belangrijk denk ik ook, dat de resistentie veel minder makkelijk doorbroken kan worden. Op één gen kan makkelijker doorbroken worden dan meerdere genen. Nu heeft Bayer dus geïnvesteerd, best fors denk ik, in een nieuwe quarantainekas. Kun je daar iets over vertellen? Waarom heb je zo'n quarantainekas dan nodig? Nou, die quarantainekas die is superbelangrijk, omdat het een quarantaineziekte is. Dus als je als bedrijf besmet bent, dan moet je volgens de regels van de NVWA, van de overheid, moet je je kas op een bepaalde manier weer schoonmaken, want dat is een quarantaineziekte. Dus als wij proeven willen gaan doen om te kijken in hoeverre onze rassen resistent zijn en ze dus gaan besmetten met tomato brown rugose virus, met het Tobref virus, dan moet dat in een quarantainefaciliteit. Anders is dat gewoon vanwege de overheid niet toegestaan. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan hebben wij al rassen met intermediate resistentie. We willen graag een hoger niveau van resistentie. En in die zoektocht is een quarantainekas ongelooflijk belangrijk, omdat het proces versnelt. Ja, het is ontzettend belangrijk om een quarantainekas te hebben. Omdat in een quarantainekas kun je onder gecontroleerde omstandigheden kun je dat virus inbrengen. Dus je kan ook de proeven herhalen. Je bent dus niet afhankelijk van een mogelijke wel of niet besmetting. Je brengt het altijd eigenlijk op hetzelfde moment in, dus de resultaten zijn herhaalbaar. En dat geeft veel meer inzicht in wat nou uiteindelijk het echte resistentieniveau is. En wat je zegt, we hebben al een aantal rassen met een intermediair resistentieniveau. Daar zijn trouwens heel veel discussies over, daar kom ik later nog wel een keer op terug. Maar je wil natuurlijk een zo hoog mogelijk resistentieniveau, rassen met een hoog mogelijk resistentieniveau maken en in de markt brengen. En waarom staat deze kas nou in Wageningen en niet bijvoorbeeld in Bergse Hoek, waar wij een vestiging hebben waar we ook veel werken met tomaten, paprika's, komkommers, etc.? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat een grote oppervlakte hier is, deze kas. Dat is een grote quarantainekas. Normaal gesproken zijn ze maar 50 of 100 vierkante meter. En deze is een stuk groter.
Ze zijn hier in Wageningen. Er zijn, ja, het is meer een beetje een landbouwgebied. Er staan geen kassen in de omgeving. He, dus we zijn eigenlijk, daardoor kunnen we eigenlijk ook geen andere bedrijven besmetten. Onze werknemers komen ook niet bij andere telers of bij andere bij paprika telers of bij tomatentelers. Zo, dus het is eigenlijk staat hier vrij, zeg maar, geïsoleerd. En dat is een hele belangrijke reden. Maar daarnaast, ja, dit is ons ook een onderzoekstation. Dus hier hebben we de mensen en de capaciteiten met kennis van zaken die weten hoe ze met een quarantainekas om moeten gaan. Ja, want normaal gesproken wordt hier veredeld op met name volle grondsgroenten. En je zegt dus eigenlijk die quarantainekas die moet bewaken dat er sowieso niks uit kan. Maar toch is het nog een soort extra slot op de deur om hem dan te hebben in een geïsoleerde omgeving ver van de grote glastuinbouwgebieden. Dit is niet natuurlijk de enige locatie waar we proeven met Tobref doen. We doen dat nog op veel meer locaties, wereldwijd. En we zijn daar natuurlijk al langer mee bezig. Deze locatie is uniek omdat hij zo groot is. Dat het zo'n grote quarantaine locatie is onder de Nederlandse praktijkomstandigheden. Kun je iets vertellen over de quarantaine elementen van zo'n kast? Wat maakt zo'n kast nou anders dan een reguliere kast? Het lijkt een gewone kast, maar dat is het niet. De quarantainekast moet aan allerlei regels van de NVWA voldoen. En bijvoorbeeld al het plantmateriaal wat zo meteen uit de kast komt, moet apart afgevoerd worden. In speciale containers, speciaal verbrand worden. Al het drainwater moet apart opgevangen worden en apart afgevoerd worden. Het is niet dat dat even op de sloot of zo geloosd kan worden, of op het riool. Het moet allemaal apart afgevoerd worden. Er mag ook geen water de kast uitkomen. Nou, er zijn heel veel specifieke aanvullende eisen die aan zo'n kast gesteld worden. Nu zijn de eerste tomaatjes al de kas ingebracht. Wanneer verwachten we nou de eerste resultaten? We verwachten van deze kas zeg maar, de eerste resultaten mei, juni. Want we gaan door tot we zeg maar, 3 volledig rijpe trossen aan de plant hebben hangen. We gaan maken niet een jaar rond teelt, maar een halve teelt. Maar wel dat de plant vol belast is. Dus dat we hem echt onder stresssituatie kunnen gaan testen hoe dat virus zich zeg maar, gedraagt ten opzichte van de verschillende rassen met die verschillende resistentiegenen erin. Nog aanvullend, denk ik, waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat ik toch even wil melden, is dat wat ook zo specifiek is aan deze locatie, is dat we praktijkomstandigheden nabootsen. Ik zeg het wat ik net zei, het lijkt op een gewone kas, al die aanvullende regelingen, maar we proberen wel zo normaal mogelijk te telen, net zoals een teler dat doet. Dat betekent ook dat we het gewas eerst vaccineren met Pepino en daarna een virulente en een vrij agressieve Tobref-stam inbrengen. Dus dat we echt praktijkgericht zijn. Dus niet alleen de Tobref, maar eerst Pepino en dan Tobref. Want we weten dat die twee, veroorzaken ze veel extremere symptomen, veel extremere zeg maar, reacties, dan dat ze alleen apart zijn. Oké, dankjewel.